mensen. Hartelijk welkom hier in Jazz Club Brabbel. Hartelijk welkom voor een van de, vind ik zelf, leukste onderdelen van de Dag van de Stad, de Last Lectures. De afgelopen jaren uitgegroeid tot een vast en geliefd onderdeel waarbij we wetenschappers, publicisten, journalisten, stadsmakers, mensen die betrokken zijn bij de stad, betrokken zijn bij de toekomst van de stad, vragen. Als jij nou nog één keer je gedachten, je ideeën, je passie zou mogen delen met de brede gemeenschap, wat zou dan jouw boodschap zijn? En zeker dit jaar is dat natuurlijk super actueel met een coronacrisis, met steden die aan het nadenken zijn hoe zij in deze crisis het beste opereren en hoe ze hier zo sterk mogelijk uitkomen. Daarover gaan 4 sprekers vanmiddag hun last lecture met ons delen. En hoe mooi is dat? En we mogen beginnen, dames en heren, met Ira Helsloot. Hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit hier in Nijmegen. Ooit begonnen als wiskundige, verzeilde hij in de wereld van de rampenbestrijding. Bij de brandweer heeft hij gezeten en hij werd steeds meer gefascineerd door vragen rondom proportionaliteit van risicobeheer. En hoe kom je nou op een goede manier sterker uit de crisis? De afgelopen maanden hebben we vaak mogen zien in talkshows, in de media, omdat hij ook een kritisch volger is van hoe wij met elkaar en als overheid omgaan met een crisis. Hij noemt zichzelf wel eens een rekenende lone wolf, maar ik weet dat zijn hart slaat voor een betere stad. Ira Helsloot, welkom. Dankjewel, Jan. Ja, dank. Ik moet nu even nadenken. Kijk, ik ga het nu in ieder geval niet hebben over mijn coronacritiek en zo. Hè. Dat is allemaal en mijn behoefte aan kosten-baten-analyses als oude wiskundige. Nee, als ik nou één ding mag zeggen, hè, tegen deze gemeenschap die werkt om de stad beter te maken, dan is het wat eigenlijk sinds gisteren opeens weer hyperactueel is, namelijk hoe gaan we nou om met de participatiesamenleving, met zelfredzaamheid. Natuurlijk is dat in rampenbestrijding ook altijd al een ding geweest. Hè. Vroeger hadden we geen overheid die naar ons omkeek, tot 1920, zelfs bij watersnood helemaal niet. Dus je moest het zelf opknappen en we zijn nu verschoven naar een samenleving waarbij we altijd naar die overheid kijken, lijkt het. En ik ga uitleggen, hoop ik, in mijn paar minuten, hè, aan de hand van eerst een anekdote, wat voor mij betreft de opgave is de aankomende jaren versterkte opgave voor de professionals die vandaag kijken. Heel mooi, heel mooi. Ik zag zo straks, ik spiekte even bij de talkshow waar jij ook al zat en ik hoorde jou zeggen, een overheid moet bereid zijn haar dilemma's te delen. Ja. Wat is dat? Ja, ik denk dat al het onderzoek dat laat zien, hè, dat de samenleving bestaat uit verstandige mensen. We noemen ze dan burgers op een of andere manier, hè, maar het zijn gewoon heel verstandige mensen. Die begrijpen heel veel. En die begrijpen ook dat je niet alles weet, dat je problemen hebt, dat je aan het wikken en het wegen bent. En die is, net als een normaal verstandig mens, vinden die het fijn als jij aan hen uitlegt wat jouw afwegingen zijn en waarover je nou wikt en weegt. En dat delen, hè, maakt de overheid sterker. Niet alleen bij crisissituaties, maar dan weten we helemaal dat het al helemaal omgekeerd werkt. Hè. Namelijk als je als overheid heel stoer naar buiten komt bij een crisissituatie en geen twijfel uitstraalt, dan denkt iedereen, die zijn niet voor zich aan het houden, hè. Die houden iets achter. Maar het geldt ook bij gewoon beleid. Uiteindelijk is een belangrijk onderdeel van elke overheidscommunicatie, hè. Dus iets anders als je tandpasta verkoopt natuurlijk, maar van overheidscommunicatie verwachten we eigenlijk als samenleving dat je ook uitlegt dat het ingewikkeld is. Dat je beperkte middelen hebt, dat je verschillende belangen aan het afwegen bent en dat je je best doet. He, dat horen kernelementen van overheidscommunicatie. Prachtig, prachtig. Ira, neem ons mee in je last lecture. Nou, met plezier. Dames en heren, een genoegen dat ik mijn last words, hè, want zo is het, iemand zei ook, neem de vloer alsof je daarna dood neervalt. Ik hoop dat niet te doen, maar desalniettemin. En ik wil jullie meenemen naar wat ik zie als de laatste, het meest prangende wat ik tegen jullie zou willen zeggen. En dat is, zeker de aankomende jaren, hè, waar we 80 miljard moeten gaan bezuinigen, namelijk wat we nu hebben uitgegeven tot op heden alleen al corona. Die 80 miljard gaat ook bij jullie, hè, bij het sociaal domein neerkomen. En dat is het moment dat we niet meer
terug kunnen vallen op meer van hetzelfde doen. We zullen het echt anders moeten aan gaan pakken aankomende jaren. En het is hyperactueel omdat juist gisteren nog het Sociaal Cultureel Planbureau met een ouderwets rapport kwam. Namelijk de decentralisatie zou niet werken omdat, nou ja, de wachtlijsten niet genoeg waren afgenomen. Nog steeds mensen waren zonder reïntegratie in de samenleving, et cetera. En de oplossing van het Sociaal Cultureel Planbureau was eigenlijk weer centralisatie en vooral meer geld. Dat gaat er gewoon niet komen aankomende jaren. Punt. En één ding wat ze zeggen, en daar ben ik het wel met ze eens, is dat wij de afgelopen jaren er niet in geslaagd zijn om die participatiesamenleving vorm te geven. Daarom eerst een anekdote. En wat jullie hier zien op het scherm is Igor. En Igor bevat een belangrijke levensles. Vond ik zelf in ieder geval. Toen Igor nog zo schattig klein was, deed hij wat jullie hier zien. Hè? Hij ging een boom in en dan bleef hij in die boom zitten. Hij bleef net zo lang in die boom zitten totdat de samenleving, hè, mijn kleine mini-samenleving, ongerust werd. Want die zeiden, Igor moet gered worden. Er is een probleem met Igor, ga hem redden. En vooral ga hem redden. Hè? Dus uiteindelijk betekende dat iemand in actie moest komen. Jullie begrijpen wie dat was. Dat was ik. En ik moest dan met de ladder de boom in om Igor te redden. En jullie begrijpen ook allemaal wat er dan gebeurde op het moment dat ik met de ladder in die boom zat vlak bij Igor. Dan ging Igor, nou, jullie raden het al, nog een treetje hoger zitten. Dan moest ik boven de ladder uit in die boom, op zoek naar Igor. Daar voelde ik mijzelf al niet helemaal fijn op dat moment. En na een tijdje, als ik dan echt dicht bij Igor was, dan liep hij gewoon aan de achterkant van de boom naar beneden. Was iedereen blij? Want Igor was gered. Ik zat nog in die boom, maar dat kon niemand wat schelen. En jullie voelen ook, denk ik, aan wat hier de les is die hierachter zit. Tenminste, dat hoop ik. Voordat we nou als overheid in actie komen, omdat we denken dat er een probleem is en omdat er in de samenleving wordt gezegd dat we wat moeten doen, laten we heel even nadenken wat het probleem is en wat een effectieve interventie is. Want als we het niet goed doen, dan eindigen jullie net als overheid, eindig je net als ik in de boom. Terwijl het probleem verdwenen is, verdampt is, weggelopen is. Maar we hebben wel zelf dus wel een probleem. Dus ik noem dat ook wel, de les die hierachter zit is dat als wij de samenleving willen helpen, dan is het net als je kinderen groot laat worden, je moet liefdevol loslaten. Nogmaals, het SCP constateerde gisteren in haar rapport, het is niet zo gelukt met die participatiesamenleving. Ik kan veel punten opmerken van kritiek op dat rapport, maar is in essentie deel ik dat. Hè? Dat was ook voordat het rapport gisteren uitkwam al mijn boodschap richting jullie. Wij zijn er niet in geslaagd om de samenleving, wat we ooit dachten, in beweging te krijgen om zichzelf in brede zin te helpen. Is dat nou de schuld van de samenleving? Wat mij betreft niet. We hebben ondertussen heel veel onderzoekjes gedaan en met professionals gesproken van allerlei vormen van het sociaal domein. En we zien overal datzelfde mechanisme. Een professional wil heel graag helpen. Maar hij wil vooral ook heel graag helpen door het zelf te doen. Een professional vindt het ongelooflijk ingewikkeld om los te laten en aan de samenleving, een deel van de samenleving, te vragen een ander deel van de samenleving te helpen. En daar een beetje bij te ondersteunen, misschien met wat financiële middelen of whatever, wat randvoorwaarden. Maar dat die ene burger, dat vreselijke woord, die ene Nederlander, een andere Nederlander helpt, zonder alle professionele kennis van de professional, is iets wat een professional lastig vindt om dat te accepteren. En eigenlijk wisten we dat al, hè, want voor de decentralisatie en toen deze discussie kwam, zijn er al ook door ons, maar ook door andere interviews gedaan en met hele bendes van professionals, die allemaal zeiden, ja, we geloven in heel veel, maar niet in het loslaten. Wij kunnen het niet loslaten, ons werk, want de samenleving kan dat niet oppakken. Nou, ondertussen denk ik dat we wel op allerlei plekken mooie initiatieven hebben gezien, die laten zien dat dat wel kan. Uit de oude doos, hè, maar nog steeds een van mijn favorieten, is Gemert Bakel. Klein plaatsje in Brabant. Waar ze een
laat ik zeggen, een FTE aan professional hebben ingeruild voor 10 part-time FTE's aan gewone, tussen aanhalingstekens, burgers, die als front office van de gemeente functioneren richting de samenleving. Daar kleine advies geven, kleine ondersteuning. En tot grote tevredenheid van de samenleving en de betrokken frontliners. Dit soort initiatieven zijn we op veel plekken gezien, maar ze zijn altijd kortdurend. Want op het moment dat degene, wethouder vertrekt die dat aandurft, dat er een directeur vertrekt die het aandurft, of een afdelingshoofd, dan verdampen dit soort initiatieven. En dat komt nogmaals, en daarom mijn hartekreet, dat komt omdat wij onvoldoende vertrouwen hebben, wij professionals, in de samenleving. De aankomende jaren is het geld er niet meer om het zelf te doen. Er zal massief bezuinigd worden. En dit is echt het moment waarop we elkaar in de ogen moeten kijken en denken, hoe gaan wij nou op de best mogelijke wijze met beperkte middelen zorgen dat we de samenleving helpen? En dat kan niet als we dezelfde garanties eisen op succes als we van onszelf als professional vergen. Dat kan niet als je kunt heel goed kinderen die nu naar de jeugdzorg gaan, kun je helpen met, zoals op allerlei plekken als echt geëxperimenteerd is, met mentoren. Het enige is, die mentor heeft niet dezelfde kans op succes en heeft als een professional. Daar is altijd dus een wat groter, in ieder geval in de perceptie, risico dat het misgaat. En die verantwoordelijkheid moeten wij dus durven dragen als overheid. Blindelings de verantwoordelijkheid dragen, maar wel het laten uitvoeren door de samenleving. Dit kan op vele domeinen. Mooie voorbeelden gezien op allerlei plekken in Nederland, waar we op kleine schaal hebben mogen experimenteren met een flat waar bewoners elkaar hielpen, daar ook een kleine financiële vergoeding voor kregen. Ook daar zit dan weer een systeem achter. Geloof je dat dat behulpzaam is? Het leverde uiteindelijk meer gevoel van tevredenheid op in die hele gemeenschap. Het leverde ook een aanzienlijke bezuiniging op. Was niet de doelstelling, maar was wel een feit. En dit soort initiatieven hoop ik dat we de aankomende jaren, en dat is mijn oproep aan jullie, dat we dit soort initiatieven echt structureel gaan uitrollen. En dat is wat mij, voor mij altijd de belofte is geweest van decentralisatie. Want je kunt niet van grote afstand dat vertrouwen organiseren en die kleinschaligheid organiseren. Dus dat is nogmaals de belofte van decentralisatie die we nog niet hebben waargemaakt. En waarvan ik hoop dat we die de aankomende jaren wel gaan waarmaken. Wat mij betreft, dank jullie wel. Henk-Jan, ja. Heb ik jou geraakt? Je hebt mij enorm geraakt met je warme pleidooi voor initiatieven vanuit de samenleving. En ik ben het daar enorm mee eens. Hè. En we zien ook de afgelopen jaren in heel veel gebieden in het land, zien we ook de meest mooie initiatieven tot wasdom komen. Maar ik zie ook de vraag om me heen, van bij een crisis als deze bijvoorbeeld, waarbij er iets gebeurt waar we als samenleving en niet op voorbereid waren. En in ons maakbaarheidsdenken dachten van, dat virusje blijft wel in China, ons gebeurt niks. Wat voor initiatieven zul je als individu uit de samenleving met dit soort grote crisissen kunnen doen? Nou ja, kijk, ik... Nogmaals, de coronacrisis is wat mij betreft vooral negatieve dingen. Maar een van de mooie dingen vind ik dat in die eerste periode, toen de hele samenleving nog dacht dat er ook echt een ramp was die ons zou overkomen. Dat op allerlei plekken initiatieven zijn geweest om mensen thuis te voorzien van eten, zodat ze niet naar buiten hoefden te gaan. Supermarkten hebben natuurlijk zelf ogenblikkelijk toen uren met buiten normale openingstijden ingevoerd voor mensen die kwetsbaar waren. Je had binnen 2 weken had bijna elk winkel had van die kuchschermen tussen kassa, et cetera. Dingen die inderdaad, een van de weinige dingen waarvan we denken dat die inderdaad helpt als het gaat om het feit dat dan niet een kassa, een winkelpersoneel een veelbesmetter wordt. Dus dat soort dingen, daar hoefden wij de samenleving niet uit te leggen.
Dat deden ze zelf. Dus ik vind dat je ook wat dat betreft dus kunt zien dat Nederland heel veel gedaan heeft. En de juiste dingen heel snel heeft gedaan. Hè? Ook in restaurants en zo. En daarna zitten we nu zitten we in iets heel anders. Nu zitten we in een fase waarin we in ieder geval als overheid het lastig vinden om te accepteren. Dat er een grens is aan wat we kunnen doen. En dat soms de maatregelen die wij nemen meer negatieve effecten hebben dan positieve effecten. En omdat we niet durven... Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, ik denk dat wat we nu hebben, de sluiting, de rücksichtlose sluiting van horeca. Hè, zonder dat daar bewijs is dat helpt. Hè, wel in ieder geval buiten. Hè, buiten raken mensen niet besmet. Dus het sluiten van buiten... restaurants, cafés en zo, gaat niet helpen. Doen we omdat we denken, hè, dat is ook letterlijk zo gezegd, ja, het is heel moeilijk voor mensen om een verschil tussen binnen en buiten te maken. Ik zou zeggen, dat kan ik nog wel iemand uitleggen. Dus dat je binnen andere maatregelen moet nemen dan buiten. En dit heeft, naar de hoeveelheid werkloosheid die dat oplevert, omdat we een hele keten stilleggen. Hè. Niet alleen dat we horeca stilleggen wat daar werkgelegenheid kost. Het legt een hele keten. Het haalt ons allemaal, kost het energie en geluk. En dat alles terwijl we er geen ratio bij hebben. Hè? En omdat we wel denken dat we iets moeten doen. Nu hoor je vaak zeggen, hè, dat in het omgaan met crisissen van steden ook een vorm van lenigheid wordt gevraagd. Ja. Hè? Ik hoorde gisteren een prachtig verhaal van een aantal horecamedewerkers uit Hogeveen. Partycentrum gesloten en de volgende dag waren ze al in gesprek met het zorgcentrum in de gemeente. Dat zat te springen om mensen. Nee, dat klopt. Dat zag je trouwens ook nu. Het kwam geloof ik vorige week uit. Er zijn 260.000 banen verdwenen en weer 100.000 in dit soort zorg terug. Het grote verschil is natuurlijk, en daarom helpt het ons niet in het sociaal domein. We hebben dus 260.000 banen verloren die in de private sector het belasting op moeten brengen voor mij. Hè? Ik ben ook maar gewoon hoogleraar en word betaald uit belastinggeld. En dat hebben we vervangen door mensen die ontzettend hard en nuttig werk doen. Hè? Tijdelijk, vanuit belasting betaald. Dit helpt ons niet om volgend jaar en de jaren daarna de financiële middelen te hebben om de zorgen overeind te houden, de sociale zorg in het sociaal domein. Dus nou, daar zit mijn... Dus ik hoor heel veel van dit soort mooie initiatieven. En dat is ook waardevol. Maar meta beschouwd helpt het ons niet. Dus? Ja, dus. Maar dat is dus iets anders dan mijn oproep net. Hè. Maar dus, alsjeblieft, zo snel mogelijk terug naar rationeel beleid. Ook als het gaat om coronapreventie. Omdat we die plicht hebben voor de kwetsbare mensen in de samenleving die we aankomende jaren vreselijk tekort gaan doen. Hè? Die we nu al hebben, we natuurlijk ook al mensen, weet je, kinderen uit, niet onze kinderen hè, en van de mensen die kijken, maar wel kinderen uit laat ik zeggen, probleemgezinnen. Die hebben we nu al een half jaar zo'n beetje thuis gehad. Hè? Die hebben daardoor een enorme achterstand opgelopen die ook uiteindelijk in hun levensduur zichtbaar is. Daar zou je eigenlijk versterkt op willen investeren, om die weer op te tillen. Ja. Ja, dat kan niet zomaar. En zie je daar ook al bewegingen gebeuren? Ik denk even aan de werkgroep Halsma bijvoorbeeld, die daar een aantal aanbevelingen voor gedaan heeft. Ja, aanbevelingen. Hè? Ja. Maar het probleem is, we ontkennen dat nu. Hè? En ik, ja, misschien ben ik een oude sommeraar hoor. Maar ik kijk zoals het altijd gegaan is. Hè? En geld wat je één keer hebt uitgegeven, nogmaals 80 miljard tot nu toe en counting, hè, dat moeten we terughalen op enig manier. Hè, dus je kunt wel denken, we gaan aankomende jaren versterkt investeren. Nou ja, de werkgroep Borslap heeft al eerder gezegd, hè, nog even los van deze crisis. Het rijksbeleid zit zo vast aan alle uitgavenpatronen, dat als je ergens iets extra's wilt, moet je al ergens al anders gaan bezuinigen. Dat was voor de coronacrisis. Ja, nu weten we dus, de aankomende jaren zullen de scherpe bezuinigingsopgaven komen. En dat is dus nogmaals mijn oproep aan onszelf. Omdat hier iedereen het beste wil voor de kwetsbare mensen. Mm-hmm. Zullen wij, ik reken mijzelf nu even bij de groepen, zullen we moeten scherpe keuzes moeten maken. En nogmaals, wij zullen daarom wat mij betreft gedwongen worden om veel meer... Nou ja, laat ik zeggen 90% in de perceptie van een professional. Hè, maar naar 90% kwaliteit te gaan. Dan kunnen we in ieder geval iets bieden. In plaats van 100% mooi. Maar niet kunnen bieden. Mooi, heel mooi. Tot slot. Hè?
Jij bent al jarenlang hou jij bezig met crisis en met rampen. En je houdt je al jarenlang bezig met hoe de samenleving en de overheid daarop reageert. Wat verwondert jou nou nog het meest daarbij? Ik denk eigenlijk wat wij leven in de meest veilige samenleving ooit. Zowel ik zeg, geografisch als Nederland, hè, als in tijd. En wij zetten, terwijl er toch nog heel veel mensen zijn die kwetsbaar zijn. Hè, dus mensen op bijstandsniveau leven 7 jaar absoluut korter dan wij, 14 jaar gezond korter. Hè. Dus daar hebben we echt nog een opgave. Maar op een of andere manier, en ik kan daar dus niet goed nog steeds de vinger achter krijgen, hè, in ieder geval niet intellectueel misschien, maar niet emotioneel verwerken, dat wij kleine risico's, soms zo relatief kleine risico's, zo opblazen en daar zoveel geld tegenover zetten, terwijl we met dat geld zoveel meer zouden kunnen doen. Hè. En dat vorig jaar had ik zo'n discussie, toen ging het nog even goed uiteindelijk, over zeg maar even 3 miljard uitgeven aan asbestdaken. Hè. Een nul risico. Maar, voor 3 miljard hadden we misschien 1 iemand het leven gered. Hè? Dat je denkt, ja, hoe kan iemand erbij komen? Maar uiteindelijk is dat die wet gelukkig in de Eerste Kamer gesneuveld. Toen was ik nog even heel erg blij. Maar we hebben het, dat zien we bij meerdere van die kleine risico's waar we exceptioneel veel geld aan geven. En in zekere zin is corona dat ook. Hè? Natuurlijk is dat echt iets anders dan asbest. Hè? Want daar hadden we zonder iets te doen, hadden we echt 10.000 slachtoffers meer gehad. Hè? Maar wel allemaal heel kwetsbare mensen die we dan een jaar extra van hun leven gunnen. En dat gunnen we ze ook. Hè? Maar voor 80 miljard laten we wel kinderen in de steek. Hè? En dat soort dingen. Ja, dat kan ik gewoon niet goed begrijpen. Nee, dat is dat. Nee. Ja, blijf rekenen. Blijf die warmhartige lone wolf die ons scherp houdt en die een appel doet wat wij zelf kunnen bijdragen aan zo'n crisis. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dankjewel, Henk-Jan. Dames en heren, dit was alweer de eerste last lecture van onze serie van 4. En ik wil u nu al graag vast uitnodigen voor de volgende lezing. Lotte Jensen, om 14:30 begint zij. U kunt haar kiezen op uw keuzemenu. En ik ga alvast een klein tipje van de sluier oplichten. Nationale identiteit en rampen. Daar gaan we het onder andere over hebben. Graag tot zometeen 14:30, Lotte Jensen.